De gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trict, heeft vandaag zijn laatste woord gevoerd in de strafzaak tegen hem. Ook medeverdachte Ashwin Agnew mocht zijn laatste zegje doen bij de rechter. Advocaat Erwin Kanhai is ervan overtuigd dat er geen bewijs is geleverd dat van Trict achter de tralies thuis hoort. Agnew en van Trict blijven bij hun standpunt dat ze de staat niet hebben benadeeld. Het laatste woord, de theorie ervan is dat de verdachte op die hele zaak mag terugkomen. Want hij is onderwerp van dat onderzoek. Dus waarom zou hij niet alles over die zaak mogen zeggen waaraan hij behoefte heeft? Niet de advocaat, die advocaat is geen onderwerp van het onderzoek. Hij is onderwerp van het onderzoek. Hij ondergaat die troep. Hij ondergaat die gevangenisstraf. Hij weet de fin-fini van die zaak. Weet je? Jullie zijn vandaag hard tegen het OM ingegaan vandaag tijdens het dupliek. Hebt u mij anders ervaren hoor? En nog steeds blijft u voet bij stuk houden dat het OM het bewijs niet heeft kunnen leveren? Ja, ik ben daar van overtuigd. Echt van overtuigd. We hebben ook het tegendeel kunnen bewijzen uit wat we gezien hebben in de processtukken. Kanhai zegt dat de verdediging hoopt dat hun standpunt wordt meegenomen door de kantonrechter bij de uitspraak op 22 december. De jurist geeft aan dat hij niet zal juichen voordat de uitspraak is gedaan. Tegen van Trict is een gevangenisstraf van 12 jaar geëist en een geldboete van 500.000 SRD, ofwel een extra straf van 18 maanden. Tegen Agnew is de eis een gevangenisstraf van 5 jaar en een boete van 150.000 SRD of een hechtenis van 12 maanden.